Nou, het ziet er geweldig uit hier. Al die oude spanten, hele complete bomen. Boomtakken zitten er nog in eigenlijk. Ja. Wel erg leuk. Wat is dit voor ruimte, lieve? Dat is echt een zaagloods. Een zaagloods? Dat is echt alles wat hier pas gezaagd en gedisseld. En daarnaast heb je de bouwloods. Dus wat hier klaar was. Of er werd kromgebrand in het brandkot. En dan werd het op het schip gebouwd. Dus hier waren ze echt aan het zagen? Het zagen, puur een zaagloodje zit hier. Ja. En hier werden ook kleine scheepjes gebouwd, zoals volgboten. Dan kun je aan die kappen in het balkje zien. Ja. Dan werd die ingeschoord. Oh, zo. Dus zitten ze meer vast? Ja, dat zit meer vast. Ja. Dus hier werden ook kleine roeibootjes gebouwd. Als volgboot. Ook tientallen. Ja? Tientallen. Nou, dat was de zaagloods. En dit is de bouwloods. Dit is de bouwloods. Ja. Ah, en daar wordt ook al gewerkt. Kijk. Hier wordt gewerkt. Hier wordt ook al gewerkt. Hallo. Dat zijn de hobbyisten. Bezig met een mast, zo te zien. Heb je enig idee, lieve, hoeveel schepen hier gebouwd zijn in de loop der tijd? Dat zou over de 200 moeten zijn. In die 200 jaar. Dus bijna een schip per jaar? Gemiddeld. Globaal wel, maar in de papieren staan er meestal 3 per jaar bouwen. Maar je doet jaren dan ze bijna niks bouwen. Ja, precies. Nou, heel indrukwekkend. Bedankt voor de rondleiding. En succes verder. En bedankt voor de belangstelling. Ga je nog breven? Nee, vandaag niet meer. Het is te warm. Oké, later. De visserij was dé belangrijkste inkomstenbron van Arnhem-Muiden. De vis werd aangevoerd vroeger in het haventje hier, maar dat is al lang niet meer zo helaas. En de vissersvrouwen liepen met van die grote manden. En daar zie ik er eentje aankomen. Dag Jannie. Goedemorgen. Je ziet er prachtig uit. Dit is Arnhemuidse dracht. Ja. Liepen de vrouwen vroeger allemaal zo? Zo wel, maar dat is de Dijkse dracht. Met een lichte schortje, en slofjes aan en een Dijksdoek, een beukje. En een grote kap? Een grote kap, waar die jongens op. Nou heb je een juk en 2 manden. Dat betekent dat de vis, de verse vis, daarmee vervoerd werd? Ja, daar gingen ze mee geleuren. Er ging er ook naar het Nieuwland gelopen, maar er ging er ook met de trein naar huis, zelfs naar Brabant. Zo. Dan gingen ze 's morgens om 6 uur met het treintje mee. En tussen de middag was ze meestal terug. Dus nee, ook overleg of de vis verkocht was. Maar het was verse vis, want de mannen voerden het aan en de vrouwen verkochten het. Ja, vroeger kwamen ze iedere dag naar binnen natuurlijk. Ja. Ja. En 's ochtends erom op spoor bij de visafslag. En dan gingen ze zo met de trein mee. En is dat nou na de Tweede Wereldoorlog of rond de Tweede Wereldoorlog gestopt? Nee, dat is dan niet gestopt. Rond de jaren 60. Rond de jaren 60? Toen is het gestopt. Toen hield het op? Ja, toen kregen de mensen ietsje beter. Dus we zien helaas niet meer van die vrouwen zoals jij nu rondlopen? Nee, doe niet meer hoor. En het kon ook op de fiets, want ik zie hier nog ook een, op de fiets. Een vishandel van Belzen met een grote mand, dus ze gingen ook wel op de fiets? Ja, die gingen ook op de fiets. Maar ze leurden in naar de muur ook. Ja. Vrijdagsmiddags. En wat riepen ze dan? Kun je dat eens doen? Verse scharretjes. Nou Jannie, bedankt. En succes met dit visleuren, hè? Ja, ik ga proberen om nog een beetje vis te verkopen. Ja, oké. Tot ziens. Dag. Van Arnhemuiden zijn we naar de Sloedam gegaan. En hier is een heleboel dat herinnert aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn eigenlijk 2 oorlogen heel belangrijk in de geschiedenis van Zeeland en ook in de geschiedenis van Arnhemuiden. Dat is de 80-jarige oorlog, 1568-1648, en de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945. In 1940 hebben de Duitsers Nederland aangevallen, die werden hier de baas. En in 1944 werden ze al uit Zeeland verdreven en in 1945
uit de rest van Nederland, uit Noord-Nederland. Frans de Nooijer staat hier inmiddels. Dag Frans, hallo. Dag Peter. Wat is hier gebeurd? Nou, ik ga het even vertellen. Toch even kort. Ja? Zuid-Beveland, Walcheren, Canadezen en de Schotten van de 52e Lowland Divisie moesten de Schotdam nemen. Dus we moesten de Duitsers aan deze kant verdrijven. En er was een groep die kwam over de Schotdam en de groep die kwam via Nieuwdorp over dit water. Maar en, dit water, zeg je, het ziet er nu heel anders uit, hè? Ja, dat is het probleem. Maar ik kan het een klein beetje laten zien, maar dan moeten we even naar dat heuveltje laten lopen. Is goed? Ja. Nou, waar is Zuid-Beveland? Je ziet daar in de verte, zie je die dijk. Ja. En die loopt tot in de hoek bij de bomen. Ja. Dus dat is de zeedijk van Zuid-Beveland. De zeedijk van Walcheren is deze dijk die hier nog steeds ligt. De Schotdam ligt tussen deze twee dijken in. En die is daar te zien. Ja. Dat was de spoorlijn en een klein wegje ernaast. Verder is natuurlijk erg veel veranderd, behalve de spoorlijn die hier ligt. Had ik hier recht voor, had ik water. Dus dit was gewoon slikken, schorrend water. En niet alleen aan deze kant van de dam, maar ook aan de andere kant van de dam. En hier zaten dus de Duitsers? Hier zaten de Duitsers. En de geallieerden wilden hier naartoe komen? Hier naartoe komen. Zeg Frans, we zijn nou even gaan zitten hier bij deze monumenten aan de Schotdam, bij de Schotdam. Het zijn drie herinneringsmonumenten. Ja. Wat stelt het voor? Nou, om bij inmiddels te beginnen, dat is 1940. Mei 1940. Begin van de oorlog? Begin van de oorlog. Toen zaten de Fransen in de verdediging hier in deze dijk. En toen kwamen de Duitse soldaten vanaf de kant van Zuid-Beveland. Mm-hmm. Dus dit herinnert eigenlijk aan de strijd van de Franse soldaten in 1940. Dus mei 1940. Een monument voor de gesneuvelde en gewonde Fransen. Ja, dat klopt. Dat klopt. En die andere twee? Nou, die andere twee zitten we natuurlijk in november, oktober, november 1944. Ja. Wanneer ik het linkse monument pak, het Canadese monument. Mm-hmm. De Canadezen zijn de Schotdam opgetrokken 31 oktober 1944. Ja. En die hebben gedurende 2 dagen geprobeerd de Schotdam over te komen. Dat is hen maar gedeeltelijk gelukt. Mm-hmm. Na 2 dagen eigenlijk van hevige strijd is het overgenomen door de Schotse troepen. En daar herinnert het rechtse monumentje aan. Ja. Ja. Je ziet daar ook het St. Andrew's Cross op, mm-hmm. Wat herinnert aan Schotland. Dus op 2 november zijn de Glasgow Highlanders in de strijd gekomen. En die zijn eigenlijk op de 3 november pas eigenlijk goed over de Schotdam gekomen. Toen had men hier een bruggenhoofd gevormd. Mm-hmm. Een redelijk groot bruggenhoofd. En de 5 november is Arnhem-Muiden bevrijd. Ja, toen zijn de Duitsers verslagen. Toen waren de Duitsers in deze regio compleet verslagen, ja. Nou, dan zou ik zeggen, Frans, wel bedankt, ja, okay. Voor de uitleg hier, de plekken. En we zien elkaar. Ja, oké. Beter weet ik. We zijn aan het einde gekomen van onze speurtocht naar de geschiedenis van Arnhem-Muiden. En dat eindigen we hier in het oude gemeentehuis van het stadje Arnhem-Muiden. Stad Arnhem-Muiden, want in 1574 kreeg de stad stadsrechten. En van wie? Van de vader des vaderlands, de meest bekende Nederlander, denk ik, uit de geschiedenisboeken, Willem van Oranje. En hier hangt hij, een groot schilderij van Willem van Oranje. Dit schilderij hangt hier al honderden jaren. Willem van Oranje en daarnaast hangt zijn zoon, Prins Maurits. Nou, en wil je meer weten over de geschiedenis van Arnhem-Muiden, dan is dit museum natuurlijk een prima plek.